De SP in Dronten heeft besloten om alle banden met de landelijke partij te verbreken en zelfstandig lokaal door te gaan. Daar praten we nu over met wethouder van de SP in Dronten Peter Duvekot? Goedemiddag. Goedemiddag. En wat is er aan de hand? Um, na een hele periode uh, conflicten te hebben gehad achter de schermen met de landelijke Partij... heeft de afdeling Dronten in ieder geval het bestuur, uh, de fractie en de wethouder besloten om uh, zelfstandig verder te gaan en. Uh, Stuur bestuur heeft uh, de functie neergelegd vanmiddag. En uh, um, we gaan uh, als zelfstandige partij verder. En waar gingen die conflicten achter de schermen over? Ja, we, een aantal jaren is er al, um, zijn er al strubbelingen in de regio. Uh, en dat gaat om een aantal uh, zaken die, uh, die lopen provinciaal, uh, lokaal, et cetera. Uh, de landelijke partij is verzocht op een aantal keren om daar sturing aan te geven. En om, om ook in te grijpen en om daar ook wat aan te doen. Want wat hadden ze moeten uh, en doen en dan? Nou ja, het, het is de partij. Het is een landelijke partij. En als er dan troubles zijn in de regio of uh, waar dan ook, dan hoop je dat er ingegrepen wordt en dat er wat gedaan wordt. Ja, maar op welke worden uh, we ingegrepen de, we, dat er mensen uit worden gegooid, of? Geen idee. Uh, uh, in ieder geval hoop je dat er contact opgenomen wordt en dat er, uh, uh, en dat er gesproken wordt, uh, en dat gebeurt er niet. Uh, Jullie voelden je aan je lot op... overgelaten. Dat voelden wij, ja. En dat ging ook om persoonlijke situaties. Niet alleen om uh, bestuurlijke dingen in de regio, maar ook persoonlijke situaties van een aantal leden. Uh, er werd niet gecommuniceerd, er werd geen contact meer opgenomen na herhaaldelijk verzoek. Uh, en voor ons Dat, dat begrijp maar... ik niet helemaal, persoonlijke situaties van een aantal leden? Ja, nee, dat zijn persoonlijke situaties. Die worden voorgelegd aan het partijbestuur om, uh, om te overleggen. En, en er, er kwam geen respons. Er was geen, uh, geen reactie. Uh, en dat is voor ons, uh, omdat het om de menselijke maat gaat, wel... Ja, uh, yeah, dat is uh, zwaar. Ja. En dus nu hebben jullie het besluit genomen om uh, uh, nou, te stoppen met SP-dronten. Uh, hoe wordt dat opgenomen? Of komt daar wel een reactie op van de landelijke SP? Nou, daar hebben we via de media nu een reactie op gehad. Dat uh, zag ik uh, op de drontenaar inmiddels. Um, uh, en zij zeggen, ja, we hebben wel contact gehad. Nou goed, ik, ik begrijp dat, dat ze dat zeggen. Um, uh, wij zeggen dat het niet zo is. Um, en wij voelen ons echt in de steek gelaten. Um, uh, en wij gaan gewoon door met wat we deden. Uh, ons verkiezingsprogramma, ons coalitieprogramma uh, en onze socialistische uh, 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 achtergronden. Maar dus niet meer onder de uh, vlag van de SP. Maar niet meer onder de vlag van de SP. SP Dronten bestaat niet meer. SP Dronten uh, bestaat. Ik weet het niet, dat is aan de partij zelf om daar iets mee te doen. Maar wij gaan verder als uh, Dronten Sociaal. En wij blijven doen wat we deden. De, de, uh, dus u blijft en, wethouder en in het college. Zeker. Namens ja. de Ronde Sociaal, ineens. Dat vinden de andere coalitiepartijen geen probleem? Dat vinden de andere coalitiepartijen geen probleem. Nee, want we blijven hetzelfde. Uh, zelfs ons bestuur he, uh, is, is hetzelfde. We hebben dezelfde verkiezingsprogramma, volgen we hebben dezelfde thema's dezelfde. Uh, de ideologie de, de verandert niets behalve nou ja, dat wij niet meer geleerd zijn aan de landelijke partij. Daar zou je natuurlijk ook snel kunnen denken: want uh, nou ja, de SP zit sinds kort in het college in, in Dronten. En bekend is natuurlijk altijd dat er een afdrachtregeling uh, is. Uh, dat dat misschien ook meespeelt. Dat u misschien als wethouder uh, dacht: van ja, ik ga niet een groot deel van mijn salaris afdragen aan de landelijke SP nu. Ja, dat zou je kunnen denken, uh, maar wij blijven afdragen. Alleen organiseren we dat nu lokaal, want je kunt je voorstellen dat zo'n afdragsregeling landelijk gaat voor het grootste deel naar de landelijke partij. Um, en, en daar zien we, en ik weet ook dat daar wel uh, in de partij zelf ook wat onrust over is. Ja, daarom. Uh, maar wij gaan het nu lokaal gewoon uh, doen. Maar en dat speelt geen enkele rol in de in dit besluit. Nou ja, de, over de persoonlijke omstandigheden gaat wel over afdracht, maar dat, dat, uh, um, uh, wij hebben voorgesteld aan de landelijke partij ook uiteindelijk om het gewoon lokaal te besteden. Ja, maar dat speelt dus ook wel een rol? Die persoonlijke omstandigheden, afdracht, financiële situatie? Er speelt dan alles mee, uh, maar op persoonlijke situaties ga ik niet in. Uh, ga, gaat er iets veranderen aan de standpunten van de SP in, in Dronten nu het uh, uh, nieuwe naam krijgt? Um, nee, maar wij kunnen ons nu wel veel meer gaan richten op het lokale uh, verhaal. Want we hoeven ons niet meer bezig te houden met, met uh, ja, goed, acties die gevoerd moeten worden en landelijke uh, thema's die, uh, die opgepakt moeten worden en die ook aandacht en energie eisen. Dus we hebben eigenlijk nu veel meer ruimte en ook veel meer uh, uh, ja, tijd en energie om daar ook in te kunnen steken. Je kunt je ook voorstellen uh, dat de afgelopen nou, periode, maanden, maar in ieder geval twee jaar, voor ons ook wel veel energie hebben gekost. Omdat conflicten nou eenmaal. Uh, ja, heel veel energiekosten en dat is zonde. Uh, en uh, um, uh, uh, het is jammer dat het zo moest lopen, maar nu kunnen we de energie in ieder geval weer gebruiken voor waar we het willen. Want hebt u nou de afgelopen maanden ook dingen anders gedaan? Omdat het nou eenmaal zo moest, maar die u zelf uh, niet zo op die manier had willen doen? Nou, zover zo ging het niet, want ik heb gelukkig ook nog wel een beetje eigen principes. Maar je kunt je wel voorstellen dat dat heel erg vreet aan je. Uh, en niet alleen aan mij, maar we hebben gisteren als bestuur ook uh, vergaderd met elkaar en elkaar in de ogen gekeken. En uh, uh, nou, het, 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 het bestuur is unaniem uh, en heeft ook gezegd: wij uh, leggen onze functie neer en wij gaan gewoon op lokale manier verder. En nou, alle leden die moeten natuurlijk ook volgen. Hoe gaat dat? Nou ja, dat is echt. Dat is echt aan de leden zelf, want we gaan niemand met de armen op de rug dwingen. Uh, we hebben een mail eruit gedaan uh, waarin we verklaren wat we doen en waarom we het hebben gedaan. En dan is het echt aan de leden zelf. We gaan uh, uiteindelijk, uh, want het gaat nu allemaal vrij snel, hè. Uh, en we hebben nog niet uh, de voorbereidingen kunnen doen natuurlijk op dit. Dus er komt een nieuwe partij. Um, en dan is het natuurlijk uiteindelijk aan de leden zelf wat ze daarmee willen. Goed, de SP Dronten zoals wij die kenden. Dat wordt nu Dronten Sociaal Wethouder Peter Duverkop. Nou, die blijft in ieder geval op zijn post, hebben we begrepen. Bedankt voor het uh, gesprek. Lekker.